Het uiteindelijke doel is altijd het beste en het sterkste van mezelf aan mezelf laten zien. En dat mijn gezin trots is op mij. Maar Maaike heeft nog een doel, de sterkste vrouw van Nederland worden. Binnenkort doet ze mee aan de Strongman competitie. Strongwoman, hè? Maar het blijft Strongman heten. We laten gewoon zien dat vrouwen ook gewoon sterk kunnen zijn en fit. Zo, wat een enorme arm, hè? Toen ik 30 was en 3 kinderen gehad te hebben, wilde ik weer fit worden, lekker in mijn vel zitten. Ik ben gaan sporten, ik heb van alles geprobeerd. En 2 jaar geleden komt Strongman om de hoek. En dat is gewoon net dat stapje erbij. Ja, net gewoon out of the box. Het is gewoon echt gewoon tof. En nu sleept ze gewoon, ja, je ziet het goed, een vrachtwagen vooruit. Ik zit met het tuig vast aan de vrachtwagen. De vrachtwagen die houdt hem op de rem totdat hij het signaal krijgt dat ik wil. Ja. En dan duw ik mezelf vooruit en ik trek mij even vooruit aan het touw. Daar komt ie. Nu klaar zitten. Trek aan het touw. Kom op. Kapot? Ja. Ik ben echt super trots op ze. Ik doe het niet na. Belangen na niet. Maar wat zij presteert en hoe. Elke dag maar weer. Het voedingsschema, het trainingsschema. Het is ongekend. Echt. Je bent nooit bang in het donker met je vrouw naast je? Nee, ik doe gewoon wat ze zegt. Kom, Maaike. Ja, gaaf, hè?